In onze nieuwe routing vanaf 2021 gaan we mensen waarschijnlijk via de grote trap naar boven leiden. Dus hebben mensen echt weer een koninklijke ervaring. Dan glijden zo naar beneden. Ik ben sinds april 2017 hoofdconservator hier op Paleis Het Loo. En als hoofdconservator moet je natuurlijk eigenlijk van alle markten bijna thuis zijn. Ik doe heel veel. Nou, ik doe eigenlijk alles. Toen ik solliciteerde was men gelukkig zo aardig om mij te melden dat ze grootse plannen hadden. Dat is een grapje hoor, want ik wist dat natuurlijk al lang. Dus ik ben er met open ogen in getuind, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat we het goed op orde hebben, dat we goed weten wat we willen. Dat we ook goed in kaart hebben wat er allemaal moet gebeuren. Maar het is ontzettend veel. En ja, ik vind het ook wel een uitdaging om alles wat er moet gebeuren, om dat zo met elkaar af te stemmen, dat het iets moois wordt. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken. Ik weet het zeker. We staan hier dus voor de slaapkamer van prinses Juliana. En het leuke hiervan is natuurlijk dat in de deuropening met potloodstreepjes de groei van Juliana is bijgehouden. Dus je kunt haar van klein meisje tot jonge vrouw helemaal volgen. En bij die streepjes staan ook de jaartallen. Dat is toch best wel lang. Dat is een grapje. Dat heeft ze zelf. Zo lang word ik, is ze nooit geworden. Ja. Hier op Paleis Het Loo heb je natuurlijk één grote showcase van alles wat er in het verleden en ook in het recente verleden bedacht en gedacht is over wat mooi en interessant en de moeite van het vormgeven waard is. En ja, het is natuurlijk een fantastische plek ook om je studenten mee naartoe te nemen. En dat werkt al heel goed, want nu is er bijvoorbeeld een student van mij die een scriptie schrijft over de schilderingen in deze prachtige zaal, dit trappenhuis. Zondag 7 januari, dan sluiten we hier 's avonds de deuren. En dan begint onze prachtige periode van renovatie en uitbreiding. En natuurlijk de periode van Anders Open, ook onze tijdelijke openstelling van tuinen en bouw. Dus ja, nee, we vervelen ons niet de komende jaren. Je hebt hier dus de eerste bewoners, daar, koningsstadhouder Willem III. Zijn vrouw, Mary Stuart. En hier heb je de laatste bewoners. Dus koningin Wilhelmina, haar dochter, prinses Juliana en prins Hendrik. En let ook eventjes op Helga, de tekkel. Die hoort natuurlijk bij het gezin.